Hier is Hilversum 2, de Nederlandse Radio-Unie gezamenlijk programma. De geschiedenis van het hoorspel. U hoort de tweede van 4 documentaires over de ontwikkelingsgeschiedenis van het hoorspel. Samenstelling, productie en regie, Leon Povel. De geschiedenis van het hoorspel houdt uiteraard nauw verband met de mogelijkheden die werden geschapen door de ter beschikking staande studioruimten, groot woord voor die dagen, en de aanpassing van de toneelspeler aan de blijkbaar bijzondere eisen van de microfoon. Die werden eigenlijk pas in verloop van vele jaren gaandeweg ontdekt. Er is heel wat geworsteld voordat men later tot het inzicht kon komen welke waarde het woord in een hoorspel heeft. En dat een van de grondslagen noodzakelijkerwijs moet luiden: elk woord moet er zijn. Hoe zou men dat toen ook al gekund hebben in een tijd waar niemand nog wist wat radio was? In 1924 stond alleen maar een fabrieksruimte ter beschikking. En ook in de jaren daarna was de behuizing bijzonder primitief. Tot de omroepen in Nederland begonnen om er bij de jaren 30 werkelijke studio's te bouwen. Wat zegt Willem Vocht over de omstandigheden waaronder hoorspelachtige uitzendingen moesten worden gemaakt in die tussenliggende periode? Ik sla nu maar even de twee fasen over van de NSF zelf, waar we een eenvoudige kamerstudio hadden, en van de Wittenhulweg, waar we een jaar gezeten hebben. Maar we zijn pas eigenlijk op onze manier goed toegerust geraakt aan de Oude Engweg, waar nu het notariskantoor is. En daar werd dan gebruik gemaakt van de hal, die een marmeren vloer had, waarbij voetstappen anders klonken dan in de kamer zelf. Maar er was een briefje op de deur: niet binnenkomen, hoorspel. Op de buitendeur. Men mocht niet binnenkomen, want er was een touwtje waar je aan trekken moest om de klink op te lichten. En wie er binnenkwam desondanks, die dacht dat hij in een gekkenhuis verzeild was, want die zag dan al die mensen rennen door die gang en... En ook later kan Willem van Capelle niet bepaald juichen over de accommodatie, al denkt hij er met plezier aan terug. En is het heel vermakelijk om te horen. Als wij vroeger de echo-kelder nodig hadden, of die hadden wij niet, maar we spreken dan nu tegenwoordig van echo-kelder. Maar als we een echo nodig hadden, dan moesten we daarvoor het fietsenhok gebruiken. Dan werd er een mannetje buiten gezet, die dan iedere fietser tegenhield. Want die lui wilden natuurlijk hun fiets daar in het fietsenhok zetten. Maar dat mocht niet. Want het radiotoneel, zoals ze toen die dagen zeiden, die gebruikte het fietsenhok voor de echo. Ja, dat was erg primitief. Nou herinner ik me ook bijvoorbeeld, dat was een uitzending uit een café hier in Hilversum. Dat was in de begintijd van de VARA, nu we het over het primitieve hebben. Toen zou ik daar voordragen Brand in de Jonge Jan, terwijl ik toen bezig was. Ik zuiver hoorde dat in een aangrenzend lokaal dat ze daar een biljart spelen waren. Dat is een vaste bal van rood of nee, die moet je langs de lange band nemen en dan over wit en al die opmerkingen meer met biljartspel, dat ik duidelijk hoor. Het kwam niet in de uitzending door, maar goed, je hoorde het toch. Dus het was heel moeilijk om je te concentreren op je werk. Toen was ik een half uur aan de gang. Toen kwam er iemand binnenlopen, tikte hem op mijn schouder en zei: houd u maar op, want er is geen woord van doorgekomen. Ook S. de Vries junior moest toen hij voor de omroep ging werken met primitieve toestanden genoegen nemen en ondanks dat een zekere microfoontechniek gaan ontwikkelen. Ik herinner me dat we de dingen toen maakten in de later genoemde Studio 1, die nu alweer lang verdwenen. Dat was een grote kamer en niks. Pas veel later kreeg je het gevoel dat je, als je buiten was, toch een andere klank moest hebben. Mm-hmm. En heel successievelijk zijn we dat toen in gaan bouwen. Zijn we schotjes gaan zetten, zijn we hokjes gaan maken. In het begin begon je natuurlijk allemaal met de mensen voor de microfoon te zetten, rond te zetten. Zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Totdat ik na vrij korte tijd tot de ontdekking kwam dat je verschillende effecten kon krijgen door de mensen min of meer verder en dichtbij voor de microfoon te plaatsen. En zo ontdekte ik toen, voor mij althans, op een gegeven dag, maar dat was zeker een paar jaar later,
de close-up. Ik heb altijd, ben altijd van de voor mij absolute zekerheid uitgegaan dat film, radio en nu televisie drie kunsten zijn die afhankelijk zijn van de microfoon en dat je er met geen mogelijkheid toneel voor moet spelen. Dat is ook het grote bezwaar dat ik tegen veel acteurs heb. Kijk, ze kunnen op het toneel zoveel mogelijk, ze kunnen een voortreffelijke rol spelen. Maar als het gespeeld blijft, is het er niet. Ook op het toneel niet. Maar de microfoon stelt heel andere eisen. De acteur is zo ver van zijn luisteraar af als de microfoon van hem verwijderd is. Niet waar? Dus de dictie moet een andere zijn. Ik herinner me nog bijvoorbeeld heel goed het begin. Dat mocht niet. Had ik vaak leerlingen van de toneelschool in mijn hoofd. Tegen wie ik in het begin dadelijk al zei. Alles wat je op de toneelschool geleerd hebt, ben je dat hier vergeten. Je spraaklessen. Wil je niet denken aan de fouten van je dictie waarop ze je attent hebben gemaakt? Je spreekt maar met die dictiefouten. Want als ik hoor dat je je best doet om dat weg te werken, hoort de luisteraar het ook en ben je verloren. Karel Rijken, die na 14 jaar spelen bij het Schouwtoneel, in 1933 bij de radio kwam, weet zich nog heel goed te herinneren wat zijn reactie was op de confrontatie met het radio, toneel of hoorspel. Toen heb ik gezien dat het anders is dan comediespelen. Inniger. Ik heb altijd gezegd, toen ik later ook plezier had, zei, je moet het van binnen beleven en je hebt geen geluid. Ja, want dat is het dan toch, hè? Het geluid mag niet gebruikt worden. Helemaal niet. Nou, en als zodanig heb ik dat dan wel, nou ja, uit zijn lezingen en zo gezegd. En nou is het wonderlijke loon dat ik weer tot de radio teruggekeerd ben met die hele televisie. Ja. Omdat, ja, wat zal ik zeggen? Ik vind het nog altijd het hoorspel inniger. Begrijp je? Grotere beleving, innerlijke belevenis. De mensen luisteren ook beter. Ik heb ook gezegd, tot nog toe hoorde de mensen, heb ik wel eens in een lezer gezegd, maar toen de radio kwam, gingen ze luisteren. En niks, daar moet, elk woord moet er zijn. Wat je aan het toneel kan hebben, dat er zo'n beetje gepraat is. Zomaar gepraat. Dat kan niet bij het hoorspel. Of het moet zo goed gebeuren. Daar heeft Sharov, die Russische regisseur, die heeft die groot bezette stukken met al die mensen die eigenlijk niks deden, maar die door zijn regie mensen werden. Maar dat kan. Kijk eens, dat kan bij het toneel. Maar niet bij het hoorspel. Bij het hoorspel moet elk woord eigenlijk zijn functie hebben. En Van Capelle voegt hier nog aan toe. Als je zacht spreekt, kan het vaak indringender zijn dan wel dat je veel geluid geeft. Allemaal een kwestie van nuancering. En een radioacteur moet daar goed van doordrongen zijn. Dan komt natuurlijk ook bij, en dat staat ook niet of dat kan niet in een manuscript staan. Maar als je op het toneel, zou zeggen, als twee mensen op het toneel in dialoog tegenover elkaar staan. En de een zegt wat, laten we zeggen, waar de ander het niet mee eens is. Dan kan hij dat met een gebaar laten merken. Dat kan in een hoorspel nooit zo geschreven worden. Er staat er voor degene die moet reageren, met, zoals we zeggen op het toneel, met een gebaar. Staat, kan daar niet in staan hoe die moet reageren. Dat staat niet in de tekst. En dat moet toch komen. Dat moet je even laten. Nou, ach. Dat kan niet omschreven worden. Zo zijn er tal van dingen, dat komt dus op toneel op de expressie, gelaatsexpressie of op gebaar neer, die moeten als het ware in het hoorspel verklankt worden. Er is geen schrijver, hoorspelschrijver, die dat in zijn manuscript neerlegt. Dat is de taak van de regisseur, ofwel van de acteur die het uit zichzelf doet. Het was tussen haakjes natuurlijk erg plezierig als je tussen routiniers stond die aan heel wat ongewone situaties gewend waren. Van Capelle was zo'n routinier. Rijk heeft daarvan nog een aardig voorbeeld. Ik heb het meegemaakt dat Rolien Newman, spreekster, deed een hele moeilijke rol. En die wond zich zo op en die viel flauw. Zo, een Capelle stapte.
ervoor en deed het verder. Spreekster. Ja, en ik zat in de dingen. Nou, dan ben ik wel verslagen van deze man, die onbewogen, nee. Ik zeg, nou, ik vind dat hij, wat had ik dan moeten doen? Moeten stoppen? Ja. Nee. En een ander belangrijk aspect waarop Van Capelle zich had toegelegd was de natuurlijkheid waarmee voor de microfoon moest worden gespeeld. Dat de trefzekerheid soms buitengewone proporties kon aannemen, heeft hij zelf ervaren. Daar heb ik me altijd over verbaasd dat er altijd mensen waren, of waren, die zijn er nu nog, die fantasie en werkelijkheid door elkaar halen. Toen de familie Mulder naar Amerika emigreerde, zat ik met die oude baas in mijn maag. En toen zou het zo zijn, hij zou naar het oude mannenhuis gaan, zo sprak men vroeger. Nu spreken we van een huis van bejaarden, maar vroeger oude mannenhuis. Toen werd ik de volgende dag, het was op zondag dat het werd gespeeld, werd ik de volgende dag opgebeld door Jaap van der Pol, een acteur, die zei, zeg Van Capelle, dan moet ik je toch eens iets vertellen. Mijn vrouw en ik luisteren altijd naar Ome Keesje, maar ook onze werkster. Die kwam vandaag, vanmorgen, bij ons. Toen zei ze, nou mevrouw, hebt u gisteren geluisterd? Nou, mevrouw begreep natuurlijk direct, zei hij, dat het over Ome Keesje ging. Die zei, ja, hoe vond u het? Nou, wel aardig. Wel aardig? Ja. Vond u dat aardig? Ja, mevrouw. En hebt u dan niet gehoord dat de familie Mulder naar Amerika emigreert? Ja, ja. Nou, en dat ze Ome Keesje in het oude mannenhuis stoppen? Nou, ik vind het een schandaal. Ja, u weet zelf hoe ik woon. Ik heb een kamer, keuken en alkoof. Ik kan hem niet hebben om te slapen, maar hij kan bij mij elke dag nog komen eten. Historisch, hè? Ja, als je hoestte, dan kwam er drop. En als een van de vrienden van Ome Keesje zei van, Ome Keesje, heb je nog tabak? En als hij dan zei, nee, ik ben er door, of heb je een sigaar, dan werd er een sigaar of tabak gestuurd. Ja, maar ik zeg, dat is nog zo, want het met de familie Doorsnee, als die Jaantje met Willem, geloof ik, ging trouwen, dan kwamen er huwelijksgeschenken. Dus het is niet dat de mensen zo waren, die zijn er nog, die fantasie en werkelijkheid door elkaar halen. Op mijn Keesje is ook officieel min of meer ten huwelijk gevraagd. Ik kreeg een brief gericht aan mij, aan Willem van Capelle, van een dame uit Amsterdam. En die schreef mij zo ongeveer het volgende. Geachte heer, u zult het misschien vreemd vinden van mij een brief te ontvangen, want u kent mij niet, maar ik ken u wel, van de radio. En ik luister altijd naar Ome Keesje. En nou ben ik met een verzoek tot u gekomen. Zou u er nou niet voor kunnen zorgen, want u kent Ome Keesje natuurlijk ook wel, dat ik Ome Keesje ergens zou kunnen ontmoeten? U zult zich afvragen waarom ik dat vraag, maar kijk. Uit deze eerste ontmoeting zouden er misschien nog meerdere ontmoetingen kunnen komen. En dan zouden we misschien tot een huwelijk kunnen komen. Ik ben 63 jaar oud, ik ben weduwe. En hoewel Ome Keesje veel ouder is, vind ik het nog een levenslustige man. Zou u daar nou voor kunnen zullen zorgen? Nou, dat heb ik die dame teruggeschreven, want ja, ik moest hem toch beantwoorden. Dat ik Ome Keesje inderdaad heel goed kende. Maar dat hij in een van zijn vertrouwelijke buien mij had toevertrouwd dat hij toch nooit zou trouwen. En dat het dus geen zin had dat ik een samenkomst arrangeerde. En ook haar brief teruggestuurd, zodat ik dat zeer discreet heb behandeld. Dat luisteraars soms in het spel zo opgaan dat zij werkelijkheid en fantasie door elkaar halen, is niet zo lang geleden nog gebleken bij Orson Welles' Landing van de Marsbewoners. Er ontstond een regelrechte paniek met alle gevolgen van dien. U herinnert zich dat misschien nog wel. Maar dit tussen haakjes. In het buitenland had men op het gebied van het spelen voor de microfoon al langer ervaringen opgedaan. En ook met het schrijven voor radio. Men was inmiddels alweer afgestapt van het eenvoudig voor de microfoon brengen van toneelstukken, al dan niet in zekere mate aangepast aan het nieuwe medium. Men ondervond dat als onartistiek, als onradio. Toch is dat tot op de dag van heden telkens weer hier en daar geprobeerd. Van het toneelstuk was men overgegaan naar het geluidenspel. Daarvan liep de lijn geleidelijk over in het pionierspel, waarin grote mannen als historische persoonlijkheden een rol gingen spelen en van daaruit
naar wat men zou kunnen noemen de dramatische reportages in hoorspelvorm. Die gingen dan over een tijdsverschijnsel. De mens als zodanig, zijn wezen. Daarmee werd in 1929 al het uiterlijk verlegd naar het innerlijk, waar later ook de kracht van het hoorspel blijkt te liggen. Dit gebeurde wellicht onbewust, maar het was er. En dit verschijnsel ging gepaard met een ander streven dat bij radio mogelijk moest zijn, het doorbreken van het vaststaande toneelbegrip over de eenheid van tijd, plaats en handeling. Dit op vele plaatsen tegelijk zijn, of het betrekken van andere plaatsen in de plaats van handeling, kon toen nog niet zonder meer. Men meende dit toch via een technische weg duidelijk te moeten maken. Het zij via radioverbindingen, waardoor men contact kreeg met de buitenwereld, het zij via telefoonlijnen. Die radioverbindingen werden toegepast in een hoorspel van Wolf over de redding van de manschappen van het verongelukte luchtschip Italia door de Russische ijsbreker Krasin. De telefoon bracht uitkomst in het hoorspel Brigadevermittlung uit 1929, waarin wij ons in een ondergrondse post van een brigade bevinden. Door de binnenkomende berichten en de uitgevoerde orders gaat er een hele wereld open. Beleven we tegelijkertijd, als het ware simultaan, wat zich aan het hele westelijke front afspeelt. En er ontstaat daardoor een wisselwerking die een innerlijke wereld blootlegt, die van de menselijke ellende en onmacht, de worsteling van de mens met zichzelf en met zijn omgeving, de angst die alle in zijn greep heeft, zowel degene die op de ondergrondse post zitten, als die in het lazaret, in de loopgraven of op de commandopost. Het is dan ook meer geworden dan zomaar een oorlogstuk. Ernst Johansen had hiermee raakgeschoten. Zijn stuk werd het eerste Duitse wereldsucces dat door niet minder dan 75 buitenlandse zenders werd overgenomen. En het heeft zowat een kwart eeuw geduurd voor er een daarmee vergelijkbaar succes werd geboekt met hoorspelen van Gundermann, Hildesheimer en van Hörschelmann. Dat het mogelijk zou zijn om de eenheid van tijd, plaats en handeling te doorbreken langs de weg van de associatie, waarop we nog nader zullen terugkomen, kon men toen nog niet bevroeden. Al te bang was men nog niet begrepen te worden. Johansen gebruikte dus de telefoon als begrijpelijk technisch hulpmiddel. Wij kunnen u een fragment laten horen uit een heruitvoering van 1963 van dit in historisch opzicht bijzonder opmerkelijke stuk. Nou, Schneider, dat wordt vandaag een nummertje eerste klas, dat verzeker ik je. Maar als de mist optrekt, dan breekt het pas los. Wie weet hoe ver zal doorgebroken zijn. Nou, schroef de draad vast, ik rol af. Brigadepost. Je spreekt met de controlegroep Müller-Schmidt. We moeten terug. De mist trekt op en voor ons uitkomen tanks opzetten. Op de weg strompelen een paar gewonden naar achteren. Ze zeggen dat voor alles weg is. Klaar. Hallo, wacht nog even. Zeg waar de tanks ongeveer te zien zijn. Ik geef je luitenant Zietzowitz. Met wat Zietzowitz? Hier een bericht van onze controlegroep. Twee zware tanks zijn rechts van de straatweg opgedoken. Een kleine rukt op over de weg. Is dat ter hoogte van de oude Van Hakking? Dat kan ik van hieruit niet zien, luid. Bij de helling ligt zwaar storingsvuur. Ja, dat is goed. Kom maar terug. Mannen, Schneider. Nou heeft de batterij vlak bij onze poststelling genomen. De minuutse kolonne staat een beetje opzij. Open en bloot op de straatweg. Nou, ik zeg jullie een mooi doel voor de vliegers. Nou, probeer maar eens of hij zijn apparaat erboven heeft vastgemaakt. Batterij? Brigadepost. Leiding is in orde. Oh, geef me dan meteen maar even de afdelingscommandant. Verbind u door. Nou, dan zullen ze boven al dadelijk beginnen te poeieren. Ik ga eens kijken hoe het met de schieterij staat en of er iemand is die wat er ook heeft. Ja, kijk er maar eens naar. Ze schieten al in, Snijder. Wanneer zal het laatste schot vallen? Brigadepost. Verbind u mij met luitenant van Zietzowitz. Verbind u door. Ja? Heeft de reserve nou links en rechts aansluiting gevonden? Jawel, generaal. Ik hoop nog maar dat wij die geschiedenis van de brigadehoogte tot staan weten te brengen. Maar dat is alleen maar mogelijk als de artillerieversterking eindelijk komt. Op dit moment hebben we maar één batterij en één verder aan stuk in actie in ons hele divisievak. De ellende is niet overzien, generaal. Wij doen wat we kunnen. Een divisie is aangetrokken. Al het andere is in Gods hand. De overmacht vreet ons langzaam weg. Verdorie. Is met dat een rotzooi? Nou, daar zijn we dan weer, Schneider. Maar vraag niet hoe. Ja, we hebben gerend als hazen. We zien eruit als varkens. Ja. Kijk maar eens naar mijn helm. Het is een mooie deuk, hè? Er is een scherf tegen aangekomen. Dat ik niks meer hoorde, niks meer zag. Ja, waar is de sergeant? We moeten er toch tussenuit? Wat moeten we hier nog langer? Niks ertussenuit. Zonder bevel moeten we hier blijven. Nou, wel heb ik van mijn leven. Ja, en wat moet die batterij daarboven? Schieten.
Wat anders? Schieten. Zo. Nou, maar ik zeg, die schiet niet lang meer. Die staat als op een presenteerblaadje. Die vliegers die poetsen er zo weg. Nou, kindertjes. Heb je nou maar klaar voor het krijgsgevangenkamp? Luister naar een oude rot. Twee vliegers hebben de batterij ontdekt. Ze maken de lucht kringen. Daar heen het gedoe al. Het waren boemen op de batterij. Aan de andere kant schieten ze niet meer. De aanval. Hè? Dat is de stem van Bink. Gauw, naar boven. Wat heb ik jullie gezegd? Binken natuurlijk de eerste. Brigadepost. Ik verbind u door. Tegelijkertijd, dus ook in 1929, doet Herman Kesser een poging de uiterlijke beleving te verleggen naar de innerlijke beleving, naar de gedachtenwereld. En hiermee komen we dan bij een klassiek voorbeeld van een zeer uitgesproken hoorspelvorm, die van de innerlijke monoloog. Het hoorspel Zuster Henriette is één innerlijke monoloog, en het is toen voor het eerst duidelijk geworden dat de innerlijke monoloog een specifieke eigen functie heeft. Het gaat hierin niet alleen maar om abstracte innerlijkheid, maar om de spanning van die innerlijkheid ten opzichte van de concrete werkelijkheid. Er is een voortdurende wisselwerking. Het monologiserende ik staat tegenover uiterlijke gebeurlijkheden waarmee het geconfronteerd wordt. Hier staan interpretatie en realiteit in een groot spanningsveld tegenover elkaar. Dat is dus wezenlijk iets anders dan de innerlijke monoloog die bestaansrecht heeft gevonden in latere hoorspelen, waarin bijvoorbeeld iemand de balans van zijn leven opmaakt in een overpeinzing die afgewisseld wordt met realistische scènes ter illustratie. Daar is de monoloog zoiets als herinneringen ophalen. Zo niet in het hoorspel Zuster Henriette. Er is een voortdurende gespannen relatie tussen wat zij innerlijk doorleeft en de realiteit. Zij moet als onbelangrijke getuige voor het gerecht verschijnen in een moordzaak. De vraag is, gaat het om een zelfmoord die ook als moord kan worden uitgelegd? Of is het een moord die de zuster voor een zelfmoord houdt? Ook van dit hoorspel bestaat er gelukkig een heropname uit 1966, zodat we u een fragment kunnen laten horen dat meer zegt misschien dan alle theorie. Telefoon. Voor mij. Paviljoen 23, zuster Henriette. Je belt haar. Professor misschien. Ik moet zitten. Ik kan niet meer staan. Iemand wil me spreken. Ik moet aan de lijn blijven. Waarom wordt mijn mond nou meteen zo droog? Niemand kan immers mijn gedachten lezen omdat ik aan de telefoon ben. Niemand kan zien wat ik gedroomd heb. Ja, professor. Ik ben het. Zeker, professor. Het is hem toch. Zijn stem klinkt heel vriendelijk. Hij heeft niets tegen me. Wat zegt hij nou? Het laat zich aanzien dat de zitting al in de loop van de middag afgelopen zal zijn. Onvoorziene omstandigheden. Wat praat die man langzaam. Morgen dus geen zitting meer en daarom is de operatie van de patiënt op kamer 17 op morgen vroeg 8 uur gezet. Anders niet. Zeker, professor. Wat kan mij die operatie schelen? Die onvoorziene omstandigheden wil ik weten. Natuurlijk, professor. Lafaard die ik ben. Ik durf het niet te vragen. Hij zegt nog wat. Of ik opgewonden ben omdat ik getuigen moet. Oh nee, nee, helemaal niet. Dat was goed geantwoord. Alleen iets te luid en te snel. Volgende keer moet ik het kalmer doen. Hij zegt nog meer. Ik moet zo zakelijk en beknopt mogelijk spreken. Ook als ze me onverwachte vragen stellen. Ik zal het doen, professor. Nou zou ik toch het recht hebben een toelichting van hem te verlangen. Waarom doe ik het dan niet? Wat kan ik beter niet doen? Waarvoor waarschuwt hij? Zo. De rechtszaal wordt belegerd door journalisten. Met niemand een gesprek aangaan. Alles zou in het nadeel van het ziekenhuis uitgelegd kunnen worden. Ik kom toch in elk geval in burger, professor. Dat heb ik goed en beslist rustig gezegd. Ongeveer in het natuurlijke middenregister. Zo zal ik voor de rechtbank ook praten.
alleen nog wat steviger. Het is haast onnodig te zeggen dat bij dit soort hoorspelen van de actrice een enorm stem- en gevoelsbeheersing wordt gevraagd. Bij objectieve beschouwing blijkt wel dat Nederland in die tijd nog wel ver bij deze hoorspelontwikkeling ten achter was. Hoe kon het ook eigenlijk anders bij het vrijwel geheel ontbreken van internationale communicatie? Al werd die achterstand later met reuzenstappen ingehaald en mag menige Nederlandse productie heden ten dagen met een gerust hart worden vergeleken met de buitenlandse. Maar hoe vaak werken we dan weer niet met spelen van buitenlandse auteurs? Maar daarover in een volgende uitzending. In die tijd echter ontstond er in Nederland pas de werkelijke behoefte om naast het kinderuurtje met zijn familie Mulder ook iets voor de ouderen te doen. En Willem van Capelle moest dan maar zien hoe. Hoorspelen waren er in die tijd niet. Dus toen ben ik begonnen met toneelstukken voor de radio geschikt te maken. Het eerste stuk wat we hebben uitgezonden herinner ik me nog goed. Dat was artikel 188 van Herman Heijermans. En daarna verschillende andere stukken. En toen weer enige jaren later, dus het zal er weer 233 zijn geweest, toen kregen we wat Engelse hoorspelen, Duits en enkele Fransen en zo. En het was het eerste hoorspel dus van Vreemde Bodem, dat was de Eekhoornkooi. Bij het maken van deze producties ontstond er toen weldra de behoefte aan een vaste kern van spelers. Van Capelle moest die kern dan maar samenstellen en hij zat dus meteen met de vraag. Ja, hoe groot mag die dan zijn? Ja, niet te groot natuurlijk, maar nou, laten we zeggen 4 mensen en jijzelf erbij. Jij krijgt de leiding daarvan, dus met z'n 5. Nou, toen heb ik geëngageerd Minnie Erfman, Jannie van Ogen, Adolf Bouwmeester en Kees Bakker. Dat is dus de eerste hoorspelkern die ongeveer in 1929... begin 30 ontstond. Die kern van 4 man die is naderhand uitgebreid. Hè? Toen we enige jaren in de gang waren, toen bleek natuurlijk dat als je een stuk ging spelen, dat een kern van 4 man, dat was eigenlijk niets. Daarbij kwam ook nog de moeilijkheid, die ook vandaag ten dag nog bestaat, dat het zo moeilijk is om mensen bij te engageren die aan een of ander gezelschap verbonden zijn. En toen is men dan gekomen tot een grotere formatie. Toen bestond die ongeveer, toen kon ik dus weer uit gaan breiden. En toen kwam het tot, ik geloof, 14 mensen. Acteurs en actrices. Speciaal voor de Varen. En daar was Karel Rijken ook bij. Jan Lamère, Hetty Beck, Rolly Numan, Frans Nienhuis. Om er enige te noemen. Maar voor die tijd had Willem Vocht het in het begin nog moeten doen met fabriekslui. Aangezien er geen geld was om echte toneelspelers te huren, moest dat geïmproviseerd worden met, nou ja, de ambitieuze amateurs uit de fabrieksomgeving. En ja, ik durf nou wel zeggen dat ik zelf toen een hoorspelletje geschreven heb, dat heette Het Turfschip van Breda. En het Turfschip van Breda, u weet het verhaal, dat is een turfschipper brengt op de wijze, zoals in het Paard van Troje of ook in de Gijsbrecht gebeurt, een vendel soldaten heimelijk over binnen de vesting om die vesting dan te veroveren. En het verhaal van het turfschip van Breda is dan dat dat schip een beetje lek was, dat turfschip. En dat die soldaten zo verkouden werden dat ze moesten hoesten. Nou, hier had je dus het eerste hoesteffect. Dat hoesten hebben we werkelijk met veel plezier gerepeteerd. In alle vormen van hoest, die werden daarbij uitgebuit. En de mensen vonden dat verschrikkelijk leuk. Het was net echt, zeiden ze dan, toen ze dat hoorden. Nou, schipper Adriaan van Bergen, dat was de stoker van de centrale verwarming van de NSF. En die kon wel behoorlijk een manuscript lezen, maar had overigens geen andere regieaanwijzingen dan wees je zelf. En hij was zichzelf zo enorm dat hij daar meteen eigenlijk gelijk stond met een van de grootste acteurs. Heb je wel, zo ging dat. Kommer Klein had al tal van toneelstukken voor de microfoon gebracht. Maar van de eerste echte hoorspelen zegt hij zelf. Het eerste werkelijke hoorspel dat ik uitgezonden heb, dat is eigenlijk een Amerikaan van Kenneth
Ellis en dat was de strafzaak Vivian Ware. Dat was een serie van 6 delen. Dat was al helemaal op het auditieve geschreven. Maar, als ik nou zeggen mag, het zuiver afgerond en op artistiek niveau staand hoorspel vond ik in 1931, dat was 5 seconden, 5 seconden, van Walter Hollander. Dat was zuiver, dat was een stuk dat je onmogelijk, zoals het geschreven was, op het toneel had kunnen brengen door de wisseling van plaats, door de akoestische middelen die toegepast moesten worden enzovoorts. Dat vond ik een zuiver voorbeeld van een hoorspel. En we hebben het toen ook met het 45-jarig bestaan van de AVRO, hebben we het nog eens opgehaald en heb ik het opnieuw geïnstalleerd. En ik moest toen wel enkele coupures maken omdat het een beetje te lang was, maar ik vond het, het had heden ten dagen geschreven kunnen zijn. Zo goed vond ik het. Ja, hoe graag hadden wij u een fragment uit dit voor Nederland historische spel laten horen dat in 1963 dus opnieuw werd uitgezonden. Maar helaas heeft een lichtvaardige hand het spel laten afleggen, de band is schoon gewist. Laten we ons dan maar troosten met de gedachte dat misschien op die schone band een ander belangrijk vooroorlogsspel is opgenomen, dat in 1967 tot een heropvoering kwam, dat we eerst niet meer konden achterhalen. Dat spel komt dan in een volgende aflevering ter sprake. Karel Rijke, voor insiders een begrip in hoorspelkringen, voor veel luisteraars misschien toch een onbekende, heeft voor het hoorspel enorm veel gedaan. In 1933 kwam hij bij de Omroep. En dat is heel gek gegaan. Zoals trouwens veel dingen in die nog jonge radiotijd een heel merkwaardig verloop hadden. De nu 80-jarige Karel vertelt op zijn smeuïge manier, alsof het gisteren pas gebeurde, hoe hij bij de Omroep kwam. Ik kwam Ben Groenvelders tegen op straat. En toen zei hij, vind je het nog prettig aan het toneel? Ik zeg, nou, ik ben al 14 jaar bij het schouttoneel. Ik speel alsnog maar de mooie jonge mannen, wat in die tijd erg vervelend was, want het was geen karakterwerk, hè. Toen zei hij, nou, zou je iets voelen voor hoeveel de radio? Ik zei, rot vervelend. Toen zei hij, dan ga ik maar weer weg. Ik zeg, wat dan? Toen zei hij, je lijkt me erg geschikt voor de hoorspelafdeling, zou je er zin in hebben? Toen ben ik naar mijn vrouw naar de dingen gegaan, naar de slaapkamer. Toen woonde ik op de Amstelaan. En toen heb ik gezegd, Ben Groeneveld, vraag me voor de radio. Ik vind het rot vervelend, maar ik doe het. We stonden er vreemd tegenover, hè? Ja. Heus werkelijk. Want je weet het ensemble, waar heb je, weet je waarschijnlijk wat begonnen is. Natuurlijk, die mensen kwamen allemaal van het toneel af en stonden er eigenlijk een beetje zo tegenover. Waarom was ik gegaan? Om verschillende redenen, maar ook uit zakelijke leden, want dat was in 33 en toen ging het toneel formidabel slecht. Dus toen ben ik bij de radio gekomen. De eerste half jaar vond ik het verschrikkelijk, maar verschrikkelijk. En nou het wonderlijke, dat moet ik toch vertellen, want dat vind ik zo wonderlijk. Het tweede jaar zou een contract gemaakt worden en Kapelle maakte altijd een contract. Hij zegt, want jullie kunnen toch met die bestuurders niet omgaan. Vind je het niet mooi? Dat is Kapelle, hè? Nou, en vaak toen zei hij, ja, Karel Rijke, hij zei altijd volle namen, moet dan boven gaan zitten. Ik zeg, wat boven gaan zitten? Toen zat hij in de regiekamer. Want u hebt wel gemerkt dat tussen mij en de technische dienst het niet altijd botert. En daar moet ik iemand hebben die weet wat er gebeuren moet en die dus eigenlijk de contactman had wist. Dit vind ik zo merkelijk. Vind je dit niet van een grote mensenkennis, terwijl het een ijzeren hein is? Maar ik bedoel, dat hij dat in me zag, want uiteindelijk ben ik dan toch geworden. En weldra werd dan ook de kleine kern van hoorspelspelers uitgebreid, zoals Van Kapelle al zei. Voor het eerst is er een hoorspelafdeling gekomen bij de VARA in 33. Ja. Dolf Bouwmeester. Ja. Jan Lemaire. Frans Nienhuis. Die ook zo van het toneel kwam. En ik. En de vrouwen waren... Hattie Beck. Jannie van Ogen. Caroline Numan. Daar zijn we begonnen, in 33. En ook hij heeft nog de moeilijke omstandigheden meegemaakt waarin toen de uitzendingen tot stand kwamen. Kapelle is voor het eerst begonnen met, en toen later is de Vries natuurlijk gekomen, met dingen die speciaal voor de radio geschreven waren. Geen verbouwde toneelstukken, maar nou, Kapelle schreef dan zelf toch ook wel. En och, die had natuurlijk toch ook nog een zekere populariteit. Ja, natuurlijk, met dat ome Keesje. Ja,
mens. Dus deze dingen, die seriedingen, als die geschreven worden, dat zie je in de televisie ook. Dat is moeilijker, hè? Een serie te schrijven, lijkt mij, want ik heb nog niet zoveel geschreven, maar die het houdt, hè? Waar de populair... Want het wonderlijk is dat ze met een omgeestje niet dachten dat het acteurs waren. Want toen ik alleen overbleef, toen kreeg ik een brief uit Voorburg van mensen of ik die drie maanden de zomer kwam logeren daar. Omdat ik zo alleen was. Het was toch afgelopen, ze waren toch allemaal weg. Ja, weet ik veel. Maar wat was jij toen? Toen ik was Arie. Ja, was Arie altijd. Altijd die zei, en mijn schoonzoon zei. Altijd een beetje, Nou ja, hij had het op me geschreven. Ja, hij schreef het op de mensen langzamerhand. Ja. Nou, weet je, dat hij eens kwam. Dat ik op alle zei, ik heb geen tijd gehad om te schrijven. Ik zeg, oh. Het is nu ook dat jullie allemaal een briefje geven, een praatje, maar een kwartier. Of 10 minuten, oh, en ik grijp wel in. Dat deed hij ook. En Willem van Capelle verklaart van zijn kant. Ja, er worden wel eens meer verhalen verteld. Ja. Maar als ik aan denk, dat ze verhalen. Nou, van Capelle had zijn tekst voor... Dat van duur van een keertje nooit klaar, of bijna nooit klaar. En dan werden de velletjes onder de deur doorgeschoven. Dat is eens één keer gebeurd. Ja. Dat ik geen tijd had om de tekst te schrijven. Want ik moest ook het land in en al die dingen meer... En, nou ja, toen had ik geen tekst. Nou, zei ze, wat nou? Ik zei, nou, gaan we improviseren. Dat hebben we dan ook gedaan. Ik heb verdeeld, het was een half uur toen, maar verdeeld in 6 maal 5 minuten. Ik begin te praten en jullie gaan over dat onderwerp door. Wat ik met mijn hand zwaai en dan beginnen we weer op in de volgende 5 minuten. En zo werken we het half uur door. Zo hebben we het ook gedaan en het is allemaal goed gegaan. En het is ook wel gebeurd dat ik de tekst dan wel had ingeleverd. Maar op het laatste moment, en toen werd op de schrijfkamer getikt, waar wij al begonnen, en er werd er steeds een velletje onder de deur, of een paar velletjes onder de deur doorgeschoven. Maar dat is 1 keer gebeurd, maar dan krijg je de verhalen van, van Capelle, die kon zo... Tussen wij had hij helemaal geen tekst, of tekst van te laat. Nou, ik had wel een zekere vrijheid. Daar bij de VARA, waar ik geloof dat ik dan toch wel gauw op mijn vingers getikt zou worden door het bestuur als dat zo vaak voorkwam. Door omstandigheden, dames en heren, is het programma over de ontwikkelingsgeschiedenis van het hoorspel niet helemaal uitgezonden. Wij willen u het slot van dit programma nu nog laten horen. Er is in de 40, 45 jaren die tussen de eerste stappen op het gebied van het hoorspel en de verworvenheden van nu liggen, wel een hemelsbreed verschil. Toch is het opmerkelijk dat een kunstvorm, en die term zouden we toch wel graag handhaven, in zo korte tijd tot grote bloei kon komen. Deze ontwikkeling valt eigenlijk in 2 episoden uiteen. Van het begin tot aan de Tweede Wereldoorlog en van na de oorlog tot heden. Nu hebben we ons bezig gehouden met de verschillende hoorspelvormen die voor de oorlog werden ontwikkeld. We hebben globaal aangegeven langs welke wegen men de kenmerken van het echte hoorspel ging ontdekken. Toch had men voor de oorlog nog niet ontdekt welke vrijheid de fantasie bezit om uit woord en geluid eigen werelden te scheppen. Men was zich toen nog niet bewust van de magische kracht van het woord met al zijn dichterlijke consequenties. En daarom lijkt het ons goed om dan toch nog even over die oorlogsdrempel heen te stappen, omdat men zich daarna bewust ging bezighouden met de literaire mogelijkheden in het hoorspel. In de ontwikkeling die toen begon, kwam het hoorspel misschien wel tot zijn zuiverste uitdrukkingsvorm. Het eerste teken daartoe was in Duitsland Borchert's spel Draußen vor der Tür in 1947. De eigenlijke doorbraak kwam 3 jaar later in 1950 met het spel Dromen van Günter Eich. Hoewel dit spel luide protesten uitlokte, werd de eenmaal gevonden weg door tal van schrijvers eveneens ingeslagen. En dat heeft tot de opbloei van het literaire hoorspel in Duitsland geleid. In Engeland werkte de grote dichter Dylan Thomas al vele jaren aan een opdracht van de BBC, waaraan hij was verbonden, een literair hoorspel te schrijven. Het werd wat hij noemde een stemmenspel en het heette Onder het Melkwoud. Hij voltooide het in Amerika. Daar heeft hij het ook met een aantal stemmen voor de microfoon in een zaaltje voor publiek ten doop gehouden.
en in 1953 werd het door de BBC uitgezonden. In Nederland hebben wij toen met dit opmerkelijke poëtische spel kennis gemaakt, merkwaardig genoeg, in de Schouwburg. Het was immers voor radio geschreven. En later werd het met dezelfde spelers van de Nederlandse komedie eindelijk voor de microfoon gebracht. Dat was in 1958. Wij willen u toch nog even een fragment uit dit bijzonder poëtische werk laten horen, waarin Dylan Thomas het slapende stadje onder het melkwoud beschrijft en ons binnenvoert in het slaapvertrek van de blinde Captain Cat. Luister, tijd gaat voorbij. Kom dichter nu. U alleen kunt de huizen horen slapen in de straten, in de trage, diepzoute en stilzwarte omzwachtelde nacht. U alleen kunt in de verdonkerde slaapkamers zien de kammen en de rokken over de stoel, de kannen en de kommen, het glas met de tanden. Gij zult niet aan de wand en de vergelende kijk naar het vogeltjeportret en der doden. U alleen kunt horen en zien achter de ogen der slapers de reizen en landen en doolhoven en kleuren en angsten en regenbogen en wijsjes en wensen en vlucht en val en wanhoop en de grote zeeën van hun dromen. Van waar u bent, kunt u hun dromen horen. Kapitein Kat, de gepensioneerde blinde zeekapitein, slapend in zijn kooi, in zijn zeeschelp, in zijn schip, in de fles, in de ordentelijke beste kajuit van het schoenere huis, droomt van de razende zeeën die het dek van zijn stoomschip Kitwelly overspoelden en het beddendek overzwolgen en hem kwalglibberig onderzogen, diepzout naar het beestendonker, waar de vissen zwemmen en bijten en aan hem knabbelen tot op zijn botten. En de lang verdronkenen aan hem komen snuffelen. Ken je me nog, kapitein? Jij bent Williams, de danser. Ik stapte mis in Nantucket. Zie je mij, kapitein? Het wit gebeten dat spreekt. Ik ben Tom Fred, de donkeyman. Wij hielden van hetzelfde meisje. Haar naam was Mrs. Probert. Rosie Probert, liefje steeg 33. Kom maar naar boven, jongens. Ik ben dood. Wacht even, kapitein. Ik ben Jonah Jarvis. Ben maar naar hem een eindje gekomen. Zeer genoegen. Alfred Pomeroy Jones, kankeraar, geboren te Mumble, zong als een vlasvink. Ik sloeg je op je hersens met een schenkan, getatoeëerd met meerminnen, dorstig als een baggermolen, stier van een negenoog. Deze schedel aan je oorholte is... Krulle Bevan, zeg aan mijn tante dat ik het was die de goudbronsklok naar de lommerd bracht. Ai, ai, krul. Zeg aan moeder de vrouw dat ik nooit... Dat ik nooit gedaan heb wat ze zei. Nee, nooit. Dat weten ze wel. En wie brengt er nu kokosnoot en sjaals en papagaaien naar mijn Gwen? Hoe is het daarboven? Is er rum en zeekruilkoek? Borstjes en roodborstjes. Harmonica's. De kerkklok van Ebenhaezer. Vechten en uien. Mussen en madeliefjes. Stekelbaarsjes in de jampot. Karnemelk en hazewinden. Slaap, kindje, slaap. Was goed aan de lijn. En gezellige meiden. Hoe zijn de zangers in Dole? Wie melkt de koeien in Maesquin? Als ze lacht, heeft ze dan kuiltjes. Hoe is de geur van peterselie? O, mijn lieve doden. En met dit fragment uit het stemmenspel Onder het melkwoud van Dylan Thomas willen we dan deze aflevering besluiten. In de volgende willen we dan een poging doen na te gaan welke facetten eigenlijk het wezen van het hoorspel bepalen en in hoeverre daaraan wordt beantwoord in Nederlandse en buitenlandse producties. De geschiedenis van het hoorspel.